Goedemiddag, ANWB Rijpleidingen met Valère. Goedemorgen, mevrouw. Ach, ja, ik ben wel heel erg positief. Ja, goedemorgen, meneer. Goedemorgen, mevrouw. U spreekt met Bronkhorst. Goedemorgen uit Groningen. Hallo. Hallo. En mevrouw, ik heb misschien een rare vraag, maar ik heb al sinds ongeveer 40 jaar mijn rijbewijs. Ik wil graag even... de kinderen zeggen niet meer, pa, je kan niet meer rijden. Oh, ja. Nou, ik mag hartstikke graag rijden en ik wil toch graag even deur blijven rijden. Ja. Ja, als ik achter ben, dan wordt het anders natuurlijk, maar ik vuil het me goud. Precies. Nou zeggen ze die mijn pa, ga maar eens een keer een paar lessen nemen en dan loop maar eens zien of je het ook nog kent. Maar wie vertrouwt het eigenlijk niet meer. En ik denk dat ik even een paar lessen neem, maar ik ken dat bij jou. Wij kunnen, ja, wat wij meestal doen bij mensen die een beetje twijfelen over hun eigen rijstijl, ja, is een beoordelingsritje. Nou, ik, dus gewoon even een uurtje bij een instructeur en die gaat dan met u meerijden. Ja. En die gaat dan kijken hoe u nog rijdt. Nou, ik twijfel zelf niet, hoor, maar mijn kinderen die zeggen, oh, je kent dat nou. Ja. Maar ik zit in de Bernlef, je kent dat vast wel. Nee, dat is een verzorgingshuis in de okay. Ja, man. En daar ben ik nooit zo gelukkig. Maar houden. Ik moet er ook graag weer uit, hè? Ja. Ik moet stralen, zeg maar. En ik heb nog een auto staan. Ik denk, nou. Maar, je kan me wel een uurtje lesgeven, zeg maar. Dat kunnen we wel regelen, ja hoor. Maar nog geen. Je komt voorrijden, hoe ga je dat precies? Het liefst zou ik willen dat u naar de rijschool kunt komen. Ik weet niet of dat een probleem is. Ja, ik loop met een rollator en ik kan niet zo gauw mee lopen. Nee, dat snap ik. En dan moet ik even zorgen dat de instructeur u eventjes bij het adres ophaalt. Jazeker, ik betaal wel natuurlijk. Dat kan me niet schelen. Nee, oké. Okay. Kunnen ze me dan ook even van het komen af om? Misschien, want ik zorg maar met mijn ogen. Oh, dat weet ik niet, want meestal rijden we alleen maar voor. Ja. Dus, Ik zeg maar met één oog. Dus ik ken niet alles zo goud mee zijn. Dus misschien dat ze zeggen, oh, wie wil hem alleen van komen naar boven? Even, nou, dan moet wel te regelen zijn. Ja. Jawel. Oké. Okay. Ik schrijf het allemaal eventjes op hoor, meneer. Ja. En op welke dag zou u dat kunnen? Ik moet even overleggen met mijn kinderen, maar ik wil graag even dat een van mijn zoons erbij ingaat. Want die zegt, yeah, boy, you cannot meer rijden, you zorgen je niks. Maar het feit dat, ik heb een ogen, dus ik nogal redelijk goud met zeker 60%. Ja. Ik neem aan dat dat wel genoeg is. Dat, ik bedoel, ik heb me jou wel redden. Ik bedoel, maar, ja, maar je hebt toch geen probleem met, hè? Als meer mobbel was en... Maar... Nee, oké, okay, maar het is wel, het feit is wel, als u iets aan uw ogen mankeert... Met een is zorg ik zeker 60% meer, denk ik. Oké, okay, officieel moet het wel bekend worden gemaakt bij het CBR dan, als u wilt rijden. Ja, maar, meer liefdewies heb ik jij nog. Jij zult je niet alles te weten. Nee, oké, maar het heeft met de verzekeringskwestie te maken. Er mocht in ieder geval iets met u gebeuren, met de auto, of het hoeft niet uw eigen schuld te zijn, maar stel dat een ander u aanrijdt. Ja. En de verzekering van de tegenpartij komt erachter dat u met uw ene oog niet goed ziet. Ja. En het is niet bekend. Dan kunnen zij zeggen, wij betalen niks. Oh, oké, Snapt u? Dus, ik snap best dat u denkt van, ja, goh, ik zie nog voldoende en het gaat allemaal goed. Ja. Maar het is voor de verzekering een hele mooie reden om aan te grijpen, zeg maar, om dan niet uit te betalen. Ja, ik zorg lang alles niet meer. Maar als ze me even van boven mag worden, ze me even begeleiden naar de ingang. Want ik kan nooit de ingang nooit vinden. Nee, oké. Als ik maar één keer achter het stuur zit, dan denk ik dat ik me wel redden kan. Ik bedoel,
Ik neem aan dat jouw arbeiders, jouw mensen die dat doen, dat die er wel volgen met mokken. En ik heb ook nog zo'n, kijk als wie kennen ook nog, ik heb ook nog zo'n stok, zo'n rood-witte. Die moet ik nog bij me hebben, omdat ik niet alles zie. Maar ik kan hem wel een beetje buiten de auto steken, dat als ik ergens in de buurt kom, dat het zeg maar naar rook ik dus. Ja. Nou, ik moet denk ik even overleggen met de instructeur of hij, zelf het ook ziet zitten met u dan, om met één oog te gaan rijden. Oké. Want hij, moet ook, hij is natuurlijk op dat moment verantwoordelijk daarvoor. Ja. En u zei dat uw zoon eventueel meer zou willen? Ja, die wil. Ja, die zei. Ja, liever niet, zei hij. Ik vertrouw me nooit. Oké. Jong met een woord iets. Maar u denkt dat het eigenlijk niet kan, zeg maar. Nou, ik ben bang als u met één oog slecht ziet, dat het moeilijk wordt, ja. Ja, maar ik wil niks. Als ik die stok nog meenemen en ik stik die een beetje buiten rom. Ja, dat kan niet, hè? Oh. Dan bent u een gevaar voor de andere weggebruikers, dat kan niet. Nou, dan overleg maar even met die instructeur en mag die hem weer bellen? U mag ons zeker weer bellen, tuurlijk. Oké. Ja? Maar, ja, dan wacht ik wel even op, mevrouw. Heel bedankt alvast, hè. Graag gedaan, meneer. Oké, dag, mevrouw. Dag.